Um, en de vraag was van, wat doet er u echt aan, aan, aan de mama denken? Dan ga ik naar de achterbank van de auto, zo uh, halfweg jaren tachtig, die kleine Frederik, want ik heette toen echt... Enfin, Frederik? Onze moeder okay. zegt ook Frederik, dat is een goed bewaard geheim. Nu niet En dan zo de kassetjes, nee, en dan de cassettes zo in de auto. Um, en daar stond Shirley Bassey op hè? Er ah. stonden meerdere nummers van Shirley Bassey. op, er was een splijt in de stem. Dat was een beetje de Adele van, van begin jaren. Eigenlijk wel, ja. Onder andere Goldfinger, uh, James Bond. Dat is haar meest is, bekende is, nummer, is, denk ik. Is, ze is heel Bond bekend, maar, maar ze heeft er nog veel. en Dat is zo'n zo stem ja, waarbij ik meteen weer zes jaar oud ben. Hè. Ja ik, zou die, ik, ik heb, ja, ik heb spijt, ik, ik had die graag wel eens ontmoet. Zo. Bij Café Corsari had ik die wel willen uitnodigen om die eens goed tegen mij te doen. Dat zou een geweldige gasten geweest zijn. Ja, dat denk ja. ik wel. Want Petula Clark bijvoorbeeld, die is bij ons geweest toen. Hè. Dat, enfin, dat is nog een, nog een veel ouder fenomeen, maar die is bij ons geweest. Maar dus Shirley Bassey niet. Je vindt veel fijne filmpjes van Shirley uh, Bassey online, ja. uh, op YouTube en zo. Een ja. geweldige performster was dat. Hè? Ja, wel. en, en Joop, Joop, Joop. Ik denk dat er ook weer wat drama in die stem zit. Drama en zon zit er ook in. Ja. En, en dus voilà, Shirley Bassey. Vandaar doet mij helemaal denken aan Achter in de Auto bij de mama.